Of u nog even wat wil vertellen over dat e-visa. Ja, dat blijft lastig. Visa-procedures zijn eigenlijk verscherpt. En business license verkrijgingsprocedures zijn eigenlijk vereenvoudigd. Je kunt als investor niets ondernemen in België of Nederland voor je visum. Met andere woorden, je moet in het land zijn. Dan begint je proces met het aanvragen van het e-visa. Ook nadat je e-visa is verstrekt, kun je het land uit en in. Terug naar Nederland en België, je kunt ook weer terug naar de UAE. Dat e-visa blijft ongeveer 50 dagen geldig. Daarna moet je een status change doen. En als je die gedaan hebt, dan kun je het land, de UAE, niet verlaten zonder dat je je volledige residence visa procedure helemaal hebt afgerond.